Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. We beginnen met een wijziging in de samenstelling van de gemeenteraad van onze gemeente. De heer Kees Vermeulen is tijdens de laatste raadsvergadering geïnstalleerd als raadslid voor de partij Samen Drimmelen. Hij neemt het stokje over van Femke Selders, die om privéredenen haar plaats in de raad beschikbaar heeft gesteld. Woon je in gemeente Drimmelen en vind je het lastig een baan te vinden of te houden? Meld je aan voor de bijeenkomsten Participeer mee van Mee West-Brabant Drimmelen. Je leert er verschillende dingen, zoals het maken van een cv of het schrijven van een sollicitatiebrief. Deelname aan Participeer mee is gratis. De start is op woensdag 12 oktober. De bijeenkomsten zijn elke woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 op het gemeentehuis in Maden. Tussentijds instromen is mogelijk. In de week van 20 november, tijdens de Dag van de Rechten van het Kind, reikt de gemeente Drimmelen voor de derde keer een jeugdlintje uit. Er zijn veel jongeren in onze gemeente die iets bijzonders doen. Voor iemand anders, voor hun straat of dorp, voor iedereen. Kent u zo'n jonge held? Geef dat door aan de gemeente Drimmelen. De onderscheiding is voor kinderen of jongeren van 6 tot en met 17 jaar die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Een officiële jury beoordeelt wie een lintje ontvangt. In de jury zitten burgemeester Gert de Kok, wethouder jeugd Jurgen Vissers en griffier Femke de Ronde namens de gemeenteraad. De jeugdheld krijgt naast het lintje een mooie bijdrage voor zijn hobby en €100 voor een goed doel naar keuze. Iedereen kan een jeugdheld aanmelden. Dit kan tot 10 november. Meer informatie, het inschrijfformulier en de voorwaarden vindt u op de website van onze gemeente. Het is de week van de toegankelijkheid en dit jaar is het thema gewoon welkom. Toegankelijkheid is meer dan het weghalen van alle fysieke en digitale drempels. Sociale toegankelijkheid gaat over hoe we met elkaar omgaan. Dat u op een correcte manier wordt aangesproken. En dat er rekening gehouden wordt met wat je wilt en kunt. Het project Iedereen doet mee in Drimmelen sluit mooi op dat thema aan. Dit keer stellen we u graag voor aan Henny. Henny is een van velen die zich in onze gemeente inzet voor mensen met uitdagingen en beperkingen. In deze video vertelt Henny waar hij in het dagelijkse leven tegenaan loopt, hoe je daarmee omgaat en hoe anderen daar het beste mee om kunnen gaan. Bekijk de video met Henny op het YouTube-kanaal van de gemeente Drimmelen en u kunt ook de QR-code scannen met een smartphone of een tablet. Windpark Klaverspoor langs de A16 bij knooppunt Klaverpolder heeft voor het eerst groene stroom geproduceerd. De 6 turbines zijn gereed en zullen de komende periode worden getest. De stroom die tijdens deze fase wordt opgewekt komt direct al op het net terecht. Afgelopen juni stond de eerste turbine van het windpark overeind. Daarna werden binnenin de benodigde kabels en besturingssystemen aangelegd. Het windpark kan energie opwekken voor 30.000 Nederlandse huishoudens. In totaal komen er 28 windmolens langs de A16. Waterschap Brabantse Delta wil de Standhazesdijk in Drimmelen versterken. Water dat onder de dijk doorstroomt neemt zand mee en zorgt voor verzwakking van de dijk. Het waterschap kiest voor een kunststof schermconstructie in de binnenberm van de dijk als voorkeursoplossing. Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. In die fase wordt ook gekeken naar maatregelen om negatieve effecten voor de natuur te verzachten. Ook wordt gekeken naar kansen voor natuurversterking. De commissie adviseert om de komende tijd de waterveiligheid van de dijk goed te monitoren, zodat eventueel tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden als de dijk verder verzwakt. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de aansluiting op naastgelegen dijktrajecten in verband met toekomstige versterkingsmaatregelen.
Op donderdag 6 juni is officieel het project Buurtgezinnen van start gegaan. Omroep Drimmelen was bij de opening. Het was een feestelijk moment waarin verschillende mensen aan het woord kwamen om u meer te vertellen over dit waardevolle project waarin de gedachte opvoeden doen we samen centraal staat. Nou, goedemiddag. We zijn hier bij elkaar om even een officieel startmoment te maken voor het project Buurtgezinnen. Ik ben Karen van Meersbergen, een beleidsambtenaar jeugdhulp in Geertruidenberg. En om dat startmoment vorm te geven, ga ik het geven allereerst aan Annemiek van Royals met Harden. Goedemiddag, mijn naam is Annemiek van Rooy, de wethouder in de gemeente Geertruidenberg. Geertruidenberg en Drimmelen werken samen op meerdere onderdelen, maar vooral als het gaat om jeugdhulp. We hebben een gezamenlijk centrum voor jeugd en gezin. Het is een beleid van de beide gemeenten, maar ook van de jeugdzorgregio West-Brabant-Oost, om te proberen te normaliseren en kleine problemen ook klein te houden. Mijn naam is Jurgen Vissers, ik ben wethouder in de gemeente Drimmelen. En wij werken inderdaad heel veel samen met Geertruidenberg als het gaat om jeugd. En het liefst zou je willen dat kinderen, als er iets aan de hand is, in hun dorp, op hun school, bij hun vereniging, in hun buurt geholpen worden. En daar willen wij met elkaar op inzetten. Maar niet elk gezin heeft een eigen netwerk. En buurtgezinnen kan daar heel erg bij helpen door gezinnen aan elkaar te koppelen. Gezinnen die een hulpvraag hebben en gezinnen die hulp willen bieden. En met de coördinator van buurtgezinnen kunnen wij er dan voor zorgen dat die kinderen geholpen worden. Bijvoorbeeld door een keer een uitje met zo'n kind te doen. Of door te helpen bij opvoedvragen. Op het moment te vieren van de start van buurtgezinnen wil ik graag Wilma uitnodigen om de taart aan de bestuurders te overhandigen. En vervolgens wil ik de bestuurders vragen om samen de taart aan te snijden. Ja. Moet ik gewoon dwars doorheen? Ja, ga er dwars doorheen. Kijk. We moeten natuurlijk eerst buurtgezinnen bekendmaken in de gemeente. Maar de aanmeldingen beginnen al te komen. Dus heel fijn dat er al 5 aanmeldingen zijn. Het is voor mensen ook best wel een drempel om natuurlijk aan te gaan melden. Maar we kunnen vrijwel snel denk ik al een eerste koppeling maken ook. Dus daar is het allemaal om te doen. Dus dat wij proberen echt als een soort een gezin in de buurt, als een soort buurvrouw die komt helpen. Zo proberen we het te laten functioneren. En het moet voor mensen ook laagdrempelig blijven. Dus we proberen het ook echt simpel te houden, ook met alle aanmeldingen en contacten. En als coördinator ga ik bij gezinnen langs die zich aanmelden. Ik heb met elk gezin 2 gesprekken. En daarna komt er dan een koppeling als ik denk dat iets kan werken met elkaar. Mensen gaan dan samen kennis maken, ook 2 keer, bij ieder thuis een keer. En dan wordt er besloten, gaan we dit aan of niet? Dus het moet natuurlijk zorgvuldig overwogen worden om het ook echt effectief te laten zijn. Ja. Mensen kunnen zich aanmelden via de website www.buurtgezinnen.nl. Op de folder staat ook mijn persoonlijke informatie. Mensen kunnen mij ook gelijk bellen of mailen. Dus het is wel heel makkelijk voor mensen om te bereiken. En dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. We zien u graag weer volgende week. En volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen?